Weet je wat ik mooi vind aan deze mensen? Dat is dat je jezelf kan terugvinden of herkennen, ongeacht de leeftijd, huidskleur, achtergrond of religie. Dus of het nou gaat om kinderen, vaders en moeders of opa's en oma's. Hier in Rotterdam hebben wij Feyenoord. Maar overal ter wereld kunnen mensen die de laatste van hun club zijn. En dat gaat soms zo ver dat het in sommige gevallen religieuze vorm aanneemt. Het maakt dan ook echt niet uit wat voor werk je doet. Of dat je op zondag naar de kerk gaat. Of gaat rijden met je motorclub. Iedereen kan dezelfde passie delen. Hier in Rotterdam, maar ook verder buiten, heeft Feyenoord inmiddels wel een cultstatus verworven. En het mag gezegd worden, Feyenoord ben je soms niet voor heel lang. Maar aan de andere kant, dat past ook wel een beetje bij deze stad. Want al die generaties hebben dan ook aardig wat meegemaakt. En deze stad lag dan wel plat in de oorlog. Nergens in Nederland zijn ze zo veerkrachtig als hier in Rotterdam. En de mensen hebben hier zoveel fantastische eigenschappen. Keihard, recht door zee, humor, maar vooral heel nuchter. Wij Feyenoorders zien deze eigenschappen dan ook graag terug in de spelers. Die voor Feyenoord dat prachtige rood-witte shirt willen dragen. En als je deze eigenschappen in je hebt, dan zullen we je in Rotterdam ook echt op handen dragen. Passie, inzet en respect. Daar gaan we het om. Are you angry?